De omstandigheden in Oostenrijk zijn perfect. Goed ijs en een heerlijk zonnetje. Op het programma vandaag een bijwedstrijd voor de beste marathonschaatsers uit Nederland. De ploegenachtervolging. Het gaat hier om de grote natuurijswedstrijden. 100 kilometer op zaterdag. Nu komende woensdag weer op 100 kilometer. En daartussendoor is een mooi moment om het publiek de ploegen te laten zien eigenlijk. Hè. Dus we rijden zo hard mogelijk, maar de focus ligt op andere wedstrijden. Hoewel de ploegenachtervolging niet heel belangrijk is, geven de schaatsers eenmaal op het ijs alles. En het publiek wil natuurlijk ook wel wat. Ja, het is heel leuk. Iedereen houdt ervan. Het zijn allemaal liefhebbers en mensen die hier komen, die zijn vaak ook enthousiast en ze moedigen je aan. Dat maakte mij ook trouwens nog even net wat gedrevener, dat ik ook dacht van oké, ik kreeg zoveel toegejuicht, dan ga ik nog even extra gas geven. Ja. De ploegenachtervolging wordt bij de mannen gewonnen door de ploeg van Fabio Francolini. En nu is het woensdag wachten op het Open NK. Dan is hij, de Andijker Simon Schouten, een van de topfavorieten.